En dus durf je dat ook helemaal te uiten tussen de lijkens met je partner. Ja. Want daarin is het dus... komt de grote circus het meest bij kijken. Ja. Ja, we zijn geobsedeerd door... Geobsedeerd, zeg maar. De maatschappij vindt het heel spannend. En er zijn natuurlijk ook weer ontwikkelingen. Wat mag, wat niet mag. Wat is sociaal acceptabel, wat niet. Wat is censuur, wat is geen censuur. Dus alles wat heeft met seksualiteit te maken is hartstikke spannend. Ja. En mensen voelen zich ook heel kwetsbaar. Ja. En ook beoordeeld als het ergens te veel of te weinig is. En eigenlijk doen we maar wat. Want we hebben geen rolmodel. Nee, we doen maar wat. Maar ik geloof ook dat... Ik deel eventjes iets. Ja. Dus ik weet het nog. Ja. Want in het feit van we doen maar gewoon wat. We doen ook maar gewoon wat. Want ik was 6 of 10. Ik weet niet, iets tussen 6 en 10 jaar. En mijn moeder gaf me gewoon een boekje in het kantoortje van mijn vader. En die gaf dat boekje aan mij zo. En die zei, nou hier. Ja. En als je vragen hebt of zo, weet je me te vinden. Toen deed ze de deur dicht. Stond ik daar met het boekje in dat kantoortje. En het was een boekje over seks, seksualiteit. Het was een kinderknip en plakboekje. Ja, ja. En ik stond erbij en keek ernaar. En ik wist echt geen fuck wat ik ermee moest. Ja. En bij ons werd er thuis ook niet over seks gepraat. Er was geen seksuele voorlichting. Er was geen... dat was er gewoon niet. Er was ook geen seks in huis. Er was ook geen zoenen in huis. Er was geen... daarin stond ik echt -10 gewoon toen ik voor het eerst seks ging hebben. Ja. En ik weet ook nog wel... Het enige wat het gros ziet en de mensen is dus... Uiteindelijk het beeld dat ik vormde, wat seks is, mm-hmm. is dus dan de seks wat ik zie op de televisie. Ja. En dus... Dus zo is het en zo moet het. En zo ga ik me dan ook maar gewoon gedragen in bed. Ja. Want blijkbaar is dat dus de geile vrouw of de seksuele vrouw of de mooie vrouw die dat dan zo doet. Ja. Maar dat was helemaal niet hoe ik mezelf zag in dat bed met een man of met een vrouw. Ja. En toen ik me daar bewust van werd van echt... 10 jaar later, op mijn 25ste, 26ste denk ik zoiets. Ja. Ik dacht, ik fake mijn orgasmes. Ik had nog nooit een orgasme gehad. Ja. Ik durfde dus ook helemaal niet mezelf te laten gaan. Ja. A.k.a. ik wist zelf niet wat ik wilde. Ik wist zelf niet hoe mijn lichaam werkte. Ik wist zelf niet wat het inhield. En dat ik dan heel stoer tegen mijn vriendinnen zei, ik ben klaargekomen. En dat mijn vriendinnen zei van, ja, je denkt dat je klaar bent gekomen, dan ben je niet klaargekomen. En ik dacht gewoon, oh, nee, kom maar, zei dat. Ja. Maar er was geen informatie. De informatie die je krijgt is op de tv. Of je krijgt het van je vriendinnen of vriendjes, die ook allemaal een soort van mooi opgelapt verhaal vertellen. Mm-hmm. Dus er is een soort van... Mm-hmm. Wie breng ik naar bed? Naar zo'n man of naar zo'n vrouw?